Power your dreams en your creative oplossingen voor de anderhalf meter. Anderhalf. Anderhalf meter. Yes. Super Gynac. Op anderhalve meter afstand van mij zit nu een tamelijk teleurgestelde Peter Bouwman. Hallo. Op de vingercamera. Ja, dat ben ik. Hey. Hey. Ik ben Salem Haring en vandaag hebben wij iets in de studio, in de ruimte, waar ik heel erg excited van word. Namelijk... Geloof het niet, hè, studio. Wat? Het leven is een studio. Je maakt hem zelf. Power your dreams. Power your dreams. Power your dreams. Jazeker. Ik heb het natuurlijk over de Xbox Series X wel te verstaan. The most powerful console in the world. Yes. Ligt voor mij. En ik ga hem unboxen en gaan we even kijken. Er zit een 1 terabyte SSD in. 4K 120 frames per seconde. Staat overal op de doos. Dit doe ik natuurlijk weer onhandig. Moet natuurlijk zo. Oh! Is dat clean of is dat clean? Is heel clean. Ik vind dit een hele grote verbetering ten opzichte van de doos. Ik heb niet heel lang geleden natuurlijk nog een Xbox One X uitgepakt. Het is een soort van de 1 na nieuwste Xbox console. En dit vind ik al veel nicer. Ik ga het proberen zoveel mogelijk in beeld te doen. Nou, dit is denk ik de console. Dat zit als een soort snoepje. Als een soort... Oh, is wel zwaar zeg. Oh nee. Oh, dat gebeurde bij mij niet dat dat ding eraan vastbleef. Oh. Ja, ik moet even uitleggen, weer inbox, want ik heb hem al een tijdje. Nou, magie weg. Hoppakee. Ik vind het altijd leuk om dan dit als het lekkerste voor het laatste. Dan gaan we zo naar kijken. Eerst even snel wist kijken. Je dat er is onderzoek gedaan? Mensen die het lekkerst voor het laatste waren, zijn goede minnaars. Hey! Goed. De laatste keer dat we een console krijgen. Ja. Eerst even kijken wat er nog meer in de doos zit. Ja, natuurlijk altijd. Dit vind ik altijd zo'n interessant fenomeen. Ik ben heel benieuwd wie dit maakt. Want er is dus iemand bij Microsoft, maar ook bij andere bedrijven, die dus verantwoordelijk is altijd voor deze dingetjes. Maar iedereen snapt dit natuurlijk al, dat er batterijen in de controller moeten en dergelijke. Maar goed, hartelijk bedankt wel Microsoft dat het erbij zit. Maar ik zie hier ook iets met een app. Maar daar weet jij misschien meer over. Maar goed, dat is met... Ja, maar dat is game-inhoudelijk of console-inhoudelijk. Daar mogen we het nog niet over hebben. Beep! App. Ja, is iets, maar dat mag je mag het wel benoemen. Alles in de doos mag je benoemen. Oké, maar hoe het allemaal werkt, daar kan ik niet weten. Maar waar is de rest? Of kijk ik nou verkeerd? Want hier, of kan dit open? Oh, dit is een soort... Wow, dat zat zo clean erin dat ik het niet eens zag. Nou, ik ga deze doos... Het is echt een heerlijke doos. Ik ben namelijk zo iemand die dozen bewaart. Omdat ik ooit... Heb je van al je iPhones die je tot nu toe hebt, heb je altijd de doos bewaard? Ja. Oké. Ja. Hebben wij geen mening over, hè? Nee, ik heb ook van al mijn Xboxen de doos nog. Ik vind dat fijn. Van de Xbox heb ik dat ook. Ja, en ik vind het een... Weet je waar ik ook nog de doos van heb? Nou? Van de Super Nintendo Zapper. Echt? Ken je die blaster, die bezoeker? Ja. Heb ik de doos nog van. Kijk, guys. Oeh, kijk. En dit zijn de peripherals. De peripherals, zoals dat heet. Randapparatuur. Randapparatuur. HDMI-kabel, bijgeleverd. Shoutout naar Microsoft. Niet elk bedrijf doet dat. Nee, maar het is ook... Apple. Maar het is ook nog een hele goede HDMI-kabel. Zo'n super speed. Zo heet het? 4.1 ja, of zo? 2.1. Ja, die heb je nodig. Anders kan je nooit natuurlijk in 4K en laat staan straks in 8K. Dus thanks Microsoft. Big on you. Ja, en hier zit natuurlijk de crème de la crème. Eigenlijk is dit belangrijker nog dan de console. Vind ik. Vind je dat niet? Je weet dat ik waar ik het over heb. Oeh, very clean. De controller. Hoe voelt die? Nou, op het eerste gevoel heel vergelijkbaar met de vorige natuurlijk. Maar hij is sowieso qua looks, hij is helemaal zwart. Dus de D-pad zwart, de sticks zijn zwart en het knopje op een of andere manier. Er zit hier geen lijntje. Dat zat er volgens mij bij de vorige wel. Zij is wat meer mat zwart. Heel nice. En hij is, dat kan je misschien ook zien als ik het dichtbij houd, er zitten zeg maar van die ribbeltjes op. Ripped for your pleasure. Ripped for your pleasure. Zeker, dat zit echt lekker man. Dat zit heel lekker, hij houdt heel lekker vast, hij klikt lekker. Hij is ook wat lichter heb ik het idee. Hij is inderdaad wat lichter en ik heb het idee dat de bumpers zeg maar, dus niet de triggers maar die knoppen achterop, de rugknoppen, die klikken wat lekkerder. Dat was, weet niet, Microsoft heeft gewoon ook al heel lang controller game echt gewoon wel down vind ik. USB-C aan de bovenkant, ook nieuw. Chill, gewoon de nieuwe standaard natuurlijk. USB-C altijd goed. En hier zit een knopje. En normaal, ik weet niet wat het doet. Maar ik denk dat het iets van een share-knop is. Zoals de
piep het ook heeft. PlayStation. De PlayStation. Ja. Maar het is een... want voorheen drukte hij natuurlijk op de Xbox-knop en dan wel op de X of de Y om iets te delen. Ik denk dat we nu deze gaan gebruiken daarvoor. Oké, leuk. Dus nice. Microsoft, super chill. Maak even maak even een beetje ruimte, zou ik zeggen. Want ik nu heb natuurlijk het moment der momenten. Het crescendo van deze unboxing, waar het natuurlijk allemaal om gaat. De hoofdrolspeler van vandaag, de Tower of Babel, de Xbox. En dan ga ik dit heel voorzichtig doen. Je hebt het wel goed geinboxed, zeg. Vind ik. Ja, je zou niet zeggen dat je dit ooit al eerder eruit gehaald. Kijk. Oké, dan wil ik het natuurlijk een beetje dramatisch doen. Hoe zwaar is die? Je houdt me vast als een kind ook. Nou, open ruggetje. Minder zwaar dan ik had verwacht eigenlijk. Okay. Ik denk ook dat het komt door de vorm, dat hij wat meer vindt. Maar daar is die. Oh, dat is een soort klein schoorsteentje. Wow, weg ermee. That's it. That is hem. Bam. Er zitten al wat vlekjes op, zie ik. Ja, dat komt net denk ik van mijn zweethandjes. Met natuurlijk zenuwachtig, hè. Ik heb iets heel moois in mijn handen. Dit is hem, jongens. Hij is eerlijk gezegd een heel stuk kleiner dan ik had verwacht. Ja? Ja. Maar dat komt misschien omdat ik hem juist weer heel groot had gemaakt in mijn hoofd. Microsoft heeft hem ook heel veel vanaf onder gefilmd. En ik ben ook de cinematograaf van dit item. Ik weet, als ik nu dit ga doen... En dan leek zo. Oh, wat een ding! Dan leek hij hier gril. Maar als je dan... Als je dan zo, kijk, dan is hij heel klein. Is het in het inderdaad? Zie je? Dat is even hoe camerawerk werkt. Oh. Gratis, hè? Gratis. Ja. Dat is een special lid wordt voor deze kennis, maar... Heel nice. Ik zal even gewoon snel even doorlopen wat er allemaal op zit. Natuurlijk een eject knop, een disk drive. Heel belangrijk, hè, jongens, ik koop altijd een console met een disk drive. USB aan de voorkant om je controller op te laden of iets anders aan te sluiten. Altijd handig. En dit vermoedt dat dit de sync knop is voor je controllers. Heb je natuurlijk altijd nodig. Voor zover ik weet is die backwards compatible met Xbox One controllers. Ja, Peter knikt ja. De hele Xbox Series X backwards compatible met ongeveer alles. Dus dat is super chill. Je kan je huidige controllers gewoon meenemen. Nou, de achterkant eigenlijk een beetje wat we gewend zijn. Twee USB, ik gok 3.0 poorten. Ja, super speed. Een LAN kabel natuurlijk, hè, voor de meeste, voor je internetverbinding. HDMI out voor naar je tv. Een power aansluiting. En deze is nieuw. Storage expansion. Zoals je weet, de nieuwe generatie consoles draait natuurlijk volledig op SSD. Dus kun je niet meer uitbreiden met zo'n USB HDD'tje zoals we dat vroeger deden. Maar moet je echt een soort memory card. We gaan terug naar de memory cards, naar de PlayStation 2 tijd eigenlijk een beetje. Ja, volgens mij is het bij Xbox wel mogelijk hoor, om een HDD aan te sluiten. Maar dat staat in beeld of dat zo is of niet. Maar volgens mij wel, maar de snelle optie, de goede optie, sorry, ik beweeg de camera een beetje. Maar de snelle optie is natuurlijk een SSD, dus het beste. Ja. Ja, en ik denk dat we over de jaren natuurlijk wel games gaan krijgen die gebouwd zijn voor SSD, die dan niet op je HDD kunnen staan. Maar inderdaad, er zit USB op, dus misschien ook voor muziek, afbeeldingen, dingen die je zou willen opslaan, kan je dat denk ik wel gebruiken. Hij kan ook zo. Ja. Dat kan ook, als je dat wil. Zo past hij in mijn meubel. Ja, dus hij heeft een voet op de onderkant, maar er zitten dus noppen aan de zijkant. Dus je hoeft niks vast te klaken of te klikken of te whatever. Maar dan is het nu tijd om hem natuurlijk even te gaan vergelijken. Ja, ik wil even de bovenkant zien, want die is, dat is dat groen natuurlijk. Dat is ook wel interessant. Gaat, dat ziet er dan zo uit. Maar dat geeft ook dat geeft licht, een leuk effect, denk ik. Dat komt licht uit. Er zit dus groen in. Leuk. Ja, dan zie je dus inderdaad een soort van, ja, het lijkt een beetje op als je in Utrecht woont. Bij het Centraal Station heb je dat ook zo. Goed. We gaan hem even vergelijken met natuurlijk eigenlijk het dichtst verwant aan deze console is deze boer hier. En dat is de Xbox One X. Nou, als je ziet, zijn eigenlijk vrijwel even hoog als je hem op de zijkant zou zetten. Alleen is eigenlijk als het ware dat soort van voorste stukje van de X is wat meer vierkant gemaakt. Bijna zoals we hem hebben omgevouwen. Dus ik denk dat qua gewicht en qua vormfactor dat ze best wel vergelijkbaar zijn. Alleen het verschil is natuurlijk gewoon de vorm. Deze is echt gebouwd om plat in je meubel te staan. En deze is wat meer een torentje die je dan ook op zijn zijkant kan zetten. Maar voor de rest lijken ze eigenlijk heel erg op elkaar. We moeten natuurlijk ook nog even vergelijken met zijn conculega. De PS4 Pro is dan dus hetzelfde eigenlijk als de X, ook weer gemaakt om plat neer te leggen. Dat is gewoon wat het meest opvalt aan deze, dat het
heel erg qua symmetrie gebouwd is om recht te staan. Symmetrie en synergie. Ja, mooi hoor. En ook als we deze neerzetten, zijn ze, ja, de Xbox PlayStation is ietsje lager, maar ook weer qua gewicht en qua volume, zo moet ik het zeggen, qua volume denk ik dat deze consoles heel dicht bij elkaar komen. Alleen is het dus in een ander pakketje gegoten. Dat is natuurlijk gewoon het eerste wat opvalt. Die daar... De laatste vergelijking is het leukst. Ja. En nee, want wij doen dit, want wij weten niet wat voor console jij hebt. Dus we pakken gewoon alle consoles erbij. Dan kun je, want misschien heb jij helemaal nooit de PS4 gehad. En dan weet je helemaal niet van waar vergelijk je. Dus en nu dan komt dan die laatste. En dan is het zo van, gaat het passen in mijn meubel? Gaat het niet passen in mijn meubel? Nu moet je even iets dichterbij komen. Anders kunnen mensen het denk ik niet zien. Als jij heel goed kijkt, zie je sowieso qua dikte dat er een, ja, toch wel een klein verschilletje zit tussen de Switch en de Xbox. Ja, ja, ja. En dan qua hoogte, die is nog moeilijker te zien hoor. Ja, als ik hier mijn vingers erbij houd, dan zie je het net. Ja. Dan zie je dat die iets lager is. Ja. Moet je rekening mee houden dat die Joy-Con natuurlijk ook nog af kan. Dus dat moet je ook nog even, dan wordt het verschil nog iets groter. Dan zie je het misschien wat beter. Ja, en qua gewicht. Ja. Ik krijg deze niet eens op getellen. Ik durf het niet met één hand op te tellen. Nee, ze gaatje. Nintendo Switch is natuurlijk een heel stuk kleiner. Is een kleine jongen van de groep. Maar dit is hem, jongens. De Xbox Series X. World's most powerful console. Doei. Oh, dag. Bedankt voor het kijken. Oh ja, bedankt voor het kijken. Maar dat weten mensen toch niet? Ja. Ik bedank je graag voor het kijken.